Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik ga voor jullie weer een nieuwe weekvlog beginnen. Vorige week heb ik niet gevlogd omdat ik daar geen behoefte aan had. Ik heb wel wat kleine stukjes gefilmd op Koningsdag, dus die zal ik nu maar eventjes laten zien. Ja, die zal ik nu eventjes hierachter gaan plakken, dat jullie dat eerst even zien. Het is vandaag woensdag en het is Koningsdag vandaag en wij gaan naar Loveland. Ik ga nu eventjes mijn make-up doen en ondertussen de Bachelor kijken, want de finale staat er ook. Ik ben gefacetimed door Biebe. Ik ga er even terug facetimen. Is dat net in de vlog? Ja, het is in de vlog. Oh, make-upje verder en een facetime gesprek met Biebe verder. Dagmar en ik moeten echt tering veel kleding voor iedereen meenemen wat ze willen lenen. We moeten 2 blazers meenemen, een trui, een tas, boobtape. Maar dat maakt niet uit. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik heb ook deze trui aan. Deze grijze doe ik gewoon aan van Björn Borg. Lekker simpel. Dit broekje. En dan doe ik er nog hoge zwarte laarzen bij, want ik dacht dat is nog een beetje warm. En die nieuwe Rogers blazer. En dan doe ik mijn blauwe jacquemus erbij. Ik heb niks oranje. Ja, ik heb een oranje armbandje. Maar blauw zit ook in de vlag. Toch? Ik heb ook niks oranje. Sorry, Willy. Het is nu 10:15. Ik ben eigenlijk al helemaal klaar. We gaan denk ik over een uurtje ongeveer gaan we rijden. En dan worden we met een bus opgehaald bij Velo. Verzamelplek gaan we met heel veel mensen gaan we er naartoe. Ik ga nog even langs Primera een veepje halen. Snel zijn jongens, want vanaf januari wordt het illegaal. Ik vind het zo raar dat het illegaal wordt. Maar weet je waarom, denk ik? Sigaretten met klik zijn er ook uit, ja. Omdat het mensen aanspoorde om te roken, omdat het lekkerder was. Ja, dat is ook de reden. Oh, maar ja, we kunnen ze allemaal illegaal nog ergens. Maar zullen ze gewoon niet sigaretten een keertje gaan verbieden dan? Nou, dat gaat ook gebeuren hoor. Echt? Ja, vanaf 2024 worden die niet meer in de supermarkt. Nou, dag maar. Dan word je dood. Even kijken. Ik zal eventjes de rest van mijn outfit aantrekken. Kunnen jullie het even zien? Wat het gaat worden. Ik heb hieronder wel gewoon nog een wit topje. Verstel dat opeens het zonnetje gaat schijnen en het weer heel gek gaat doen. Ik niet. Dit zijn denk ik de laarzen die ik erbij aan doe. En aan de ene kant vind ik ze heel leuk. Maar aan de andere kant zijn het ook wel echt boerenklompen. Maar ja, goeie. Ik doe ook deze blazer erbij aan. En dan eigenlijk wil ik hem dicht doen. Zodat het op een soort van jurkje lijkt. Zo, die knoopjes zitten los. Ik hoop niet dat ze op gaan vallen. En dan deze tas erbij voor een beetje kleur. Ja, ik denk dat dit de outfit wordt. Ik denk dat ik dit wel leuk vind. Hoop ik. Ja, dit wordt het. Kijk, op de rug zit ook nog blauw. Oh, ik heb wel nog een oranje zonnebril. Even kijken hoe die staat. Ik denk dat die echt wat meer is. We can try. Ik had hem namelijk wel speciaal gekocht voor Koningsdag. Maar het zonnetje schijnt niet eens, dus voor wat ga ik dit meenemen? Dit ziet er echt niet uit. En als ik hem op mijn hoofd zet. Ja, dit kan op zich nog wel. Dit is wel grappig. Ik weet niet of ik het meeneem hoor. We zijn klaar om te gaan naar Loveland. Ja, ik ga mijn camera niet meenemen, want ik neem dat kleine jacquemus-tasje mee en er past gewoon geen reet in. Mijn telefoon past er al niet eens in, dus laat staan mijn camera. Dus ik ga alles met mijn telefoon proberen te filmen. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Even lekker met die meiden, even lekker chill gewoon. Dus ja, daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dus let's go. Koningsdag. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb, zoals jullie zien, nog geen make-up op. Ik heb nog niks aan mijn hoofd gedaan. Want ik ga zo meteen laseren om 11:30. Mijn benen en mijn bikinilijn, dat doe ik bij Gentle Skin Clinic in Den Haag. Dus daar ga ik zo meteen naartoe voor mijn laserafspraak. Eigenlijk wilde ik daarvoor sporten. Ik had mijn wekker ook om 8:00 gezet. Maar ik heb hem gewoon letterlijk uitgedrukt en ben verder gaan slapen. En werd toen 10:15 wakker.
Dus sporten daarvoor red ik niet meer. Ik ga nu even een ontbijtje maken. Ik ga dit drinken. Dit is een Mojito Whey dingwater, proteïnewater van mijn protein. En ik ga heerlijke proteïnepancakes maken. Echt zin in. En dan ga ik denk ik vanavond sporten. Want als ik terugkom van de laser is het rond 12 uur. En dan wil ik eigenlijk allemaal Vinted foto's gaan maken. Want ik heb gisteren dus mijn kledingkast helemaal opgeruimd en uitgezocht. En ik heb echt super veel kleding wat ik weer ga verkopen op Vinted. En dat wil ik eigenlijk allemaal vanavond op hebben. En dan ga ik denk ik vanavond sporten. Ik twijfelde eerst om na het laseren te gaan sporten. Maar ik denk dat ik vanavond ga sporten. Want ik wil eerst even die Vinted foto's af hebben. Kijk. Dit is alles wat ik ga verkopen. Het is echt weer superveel. Dus ja, als jullie deze week nog online, als deze week nog online staat, heeft het er al op gestaan. Ik weet niet of er dan nog dingetjes zijn. Maar je moet gewoon eventjes mijn Instagram volgen. Want daar gooi ik het altijd op wanneer dit online komt. Dus ja, ik ga nu eventjes lekker ontbijt maken. En dan ga ik zo meteen lezen. Ik ben alweer eventjes terug van het laseren. Ging best wel goed. Volgens mij was dit mijn 5e behandeling. En ik zie echt al super veel verschil. Vooral bij mijn bikinilijn. Echt, echt heel erg blij mee. Ik ben nu dingen op de foto aan het zetten voor Vinted. Ik heb mijn spiegel eventjes hier zo neergezet. In de gang zodat ik gewoon een rustige witte achtergrond heb voor de foto's. Dus daar ga ik nu aan beginnen. Het is echt best wel veel. Dus ik zal eventjes bezig zijn. Maar ik ga ondertussen eventjes een leuk filmpje aanzetten. Zodat ik toch nog wat achtergrondgeluid heb. En lekker de fotootjes kan gaan maken. Het is vandaag donderdag, bevrijdingsdag. Kes is vandaag jarig. We gaan eerst even lekker uit eten met z'n zevenen. En gaan we daar lekker feest vieren bij Collo. Yes. Zin in. De jarige Job. Oh, ik denk daar is echt, hè? Zoe en Biba. Kijk eens, we zitten hier lekker op het terrasje. Lekker oestertje geknald in ons melkje. In ons melkje. Hallo. Lekker oester slurpen. Ja, gezellig. Hallo. Ja. Lekker schat. Hier, willen jullie ook soja? Nou, ja. We hebben al. We hebben lekker, wat is dit? Is bief, denk ik? Of carpaccio? We krijgen nog meer, hoor. En ja. Zo. We krijgen er nog vier. Dit is de helft. Ja, dit is de helft, ja. Wat hebben jullie daar? Is dit niet dezelfde als die? Ja, we hebben twee keer. We hebben toch alles twee keer. Oh, we hebben nu geen garnaal. Mag ik gewoon eten? Ja. Ja hoor, eet maar. Jongens, het was hapslik weg. Wilt iemand nog eten? Want we hebben nog over. Nee. Bedankt. Even lekker wijntje benuttigen. Lekker platte water. Plat water. Nee, sparkles. Cheers. Cheers to 21, dat zeggen we dan. 21? Ja, ik ben 21 geworden. Hi, Beck. Ja. Ik heb mijn foto niet gezien. Hè? Ik dacht dat je het juist hebt. Je ziet op de eerste foto helemaal geen 1. Nee, mijn 1 was fokt op, hè? Ja. Wow. Was je 20? Ik had er heel veel. Was je 20? Ja. Wow, ik krijg echt even handicap. Wat? Oh, ze is 21 geworden. Oh ja, 21. Ik dacht 22. Ik ben nog jong, hè? Ik ben een van de jongsten van jullie. Dat ben ik. Ja, een van de jongsten. Ik ben de oudste. Ik ga een beetje water bij die wijn doen, want die wijn vind ik zuur. Period, period. Vandaag vrijdag en ik ben eventjes langs het huis van mijn vader geweest, want ik moest wat dingetjes uitprinten. Ik heb natuurlijk echt super veel kleding op Vinted gezet, dus ik moest even al die verzendlabels uitprinten, want we hebben thuis geen printer. Dus dat heb ik even hier gedaan. En nu ga ik op de scooter naar Rowan toe en gaan we gezellig met Sammy. Dus Rowan door rondje gaan we eventjes naar het strand, een stukje lopen, misschien even ergens wat drinken, dus dat is wel gezellig. Het is echt super, super lekker weer buiten, dus ik heb ook lekker blote beentjes. Ik zal het eventjes in de spiegel laten zien. Deze spiegel is echt niet logisch. Heel klein, maar goed. Eigenlijk is alles Zara. De laarzen zijn van de Zara. Jurkjes van de Zara. Wel echt wel van 3 jaar geleden alweer volgens mij. Of 2 jaar geleden. Leren jasjes van de Zara. En mijn tas is mijn Jacques Mus tas. Dus ja, dit. Ik ga nu naar Rood toe. En dan gaan we op de scooter naar het strand toe. Echt super veel zin in. Want het is heerlijk weer. Hehehe
Oeh, lekker. Hey Sammy. Hij wil ook wel. Het is vandaag zaterdag. Ik zit er echt niet uit, sorry. Maar ik had natuurlijk echt super veel Vinted verkocht. Dus dat ga ik nu eventjes op de post doen. Dit is allemaal voor UPS. En deze twee tassen zijn voor PostNL. Dus ik ga nu eerst naar PostNL rijden. Dan kom ik terug, pak ik alles voor UPS. Ik zou eigenlijk vandaag met Madelief een dagje naar Amsterdam gaan. Zouden we naar Old Habits Die Hard gaan. Dus een hoedenwinkel, want zij moest daar wat terugbrengen en ik wilde heel graag een hoed daar kopen. En dan zouden we eventjes wat gaan lunchen, wat gaan drinken in Amsterdam. Alleen ze appte vanmorgen van, shit, ik heb een dubbele afspraak gemaakt. Ik zou met mijn tante wat gaan doen vandaag. Dus we gaan nu vrijdag gezellig wat doen, dus dat is ook leuk. Maar daardoor heb ik niet echt een planning vandaag. Misschien dat ik, als ik al deze pakketjes op de post heb gedaan, eventjes naar de Zara ga in de stad. Even kijken voor een outfitje. We gaan vanavond uit, gaan we naar vunzige deuntjes aan de coat. Dus daar heb ik ook zin in met die meiden. Ja, ik zie er echt niet uit. Maar ik dacht, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om mijn make-up te doen en mijn haar te doen. Als ik dat gewoon voor vanavond leuk en mooi wil doen. Dus ja, oké. Ik ga nu dit allemaal wegbrengen naar PostNL. Het is echt zoveel. Niet normaal. Ik ben klaar met alle pakketjes op de post doen. Dat is ook nog een heel gedoe, want bij PostNL waren er ook een paar pakketten die het niet deden. Omdat de inkt dus niet goed... Ja, het zat niet goed gedrukt, zeg maar. Maar ik heb dus eigenlijk even zin om naar de Zara te gaan. En ik zit echt in een dubio. Of nou, in een dubio. Ik heb wel een keuze gemaakt, denk ik. Maar kijk, ik zie er natuurlijk echt helemaal krekkie-wekkie uit. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik zie er niet heel best uit. Ik heb ook echt een heel simpel outfitje aan. Maar we gaan natuurlijk vanavond met die meiden gaan we natuurlijk uit. En ik vind het dan altijd lekker om dan vanavond gewoon op een schoon gezicht mijn make-up te doen. En gewoon mijn haar dan pas te doen. Want op de scooter gaat het toch weer lelijk zitten. Dus aan de ene kant twijfel ik van zou ik even een beetje wat make-up op mijn bek smeren voordat ik naar de stad rijd. Of zou ik het gewoon legit zo laten. En gewoon gaan. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Ik denk dat ik gewoon scheid ga hebben. Ik ga toch alleen maar naar de Zara. Wie ga ik tegenkomen? Ik denk niemand. Dus oké, okay, nou. Wat zie ik eruit? Jongens. Wat erg. Het is vandaag zondag 8 mei. Dat betekent dat het moederdag is. En ik ben echt super, super moe. Ik weet niet of je het aan mijn ogen kan zien. Maar wij zijn gisteravond uit geweest. Ik weet ook helemaal niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar gisteren zijn we met die meiden uit geweest. Naar vunzige deuntjes aan de coat. Hier in Scheveningen. Dus lekker dicht bij huis. Het was echt super leuk. Ik heb echt heel erg naar mijn zin gehad. Maar ik ben wel echt heel erg moe. En vanavond gaan we lekker met mijn moeder en mijn broertje gaan met z'n drieën uit eten voor moederdag nog. Gaan we bij Stella Marina eten. Dus daar heb ik wel echt super veel zin in. Gelukkig is het pas om 7 uur. En gelukkig is het nu pas 2:50. Maar goed, ik heb lekker een bageltje besteld. Bij Bagels & Beans. Lekker met mozzarella en tomaat. Dus ga ik even lekker eten. Hopen dat ik daar iets van opknap. En ik ga lekker op YouTube. Ga ik dit kijken van Rimach, de aftertalk van The Bachelor. Helemaal zin in. Ik heb even gedoucht en ik voel me echt een stuk beter. Dus ik zie er misschien nog niet uit. Maar ik dacht, ja, ik was maar morgen wel, daar had ik geen zin in. Dus ik ga nu even mijn make-upje opsmeren en even wat aan mijn haar doen. Maar ik had dus gisteren had ik een nieuwe broek gekocht in de stad. Ik weet niet of ik dat had laten zien. Ik zal even hier een plaatje inbeelden van mijn outfit, zoals die foto ook naar Rome gestuurd. Maar dat was dus een witte broek. Maar jongens, doen nooit een witte broek aan met uitgaan. Ik ga het even aan jullie laten zien. Dit is de achterkant van de broek. Ja, hier zit al een vlek. Ik ga hier naar beneden. Ik heb geen idee wat dit is. Oh jawel, ik weet al wat het is. Er was een bankje en ik wilde daarop gaan zitten. Maar die was teringsmerig. Dan ga je hier naar beneden. Dan zie je hier ook allemaal bako-vlekken. Nou, deze is alleen aan de onderkant een beetje vies. Verder, oh hier ook. Oh wat erg. Die broek is echt smerig gewoon. Dan hier. Oh my god, kijk dit. Helemaal onder de drank.
Hier ook allemaal vlekken. Hier allemaal vlekken. Nou, hier aan het onderkantje. Hier ook. Oh. Ik hoop dat hij nog schoon wordt. Dit was wat erg. Ik heb een beetje geprobeerd te fatsoeneren. Maar het is nog best wel vet. Maar ja, ik heb gewoon geen zin om te wassen. Ik doe er nog even wat droog shampoo in. Ik zal wel laten zien wat ik aan heb. Ik heb echt super veel pijn aan mijn voet van het uitgaan gisteren. Want ik had dus mijn trek aan. Deze. Maar ze zijn eigenlijk net iets te klein. Dus dat doet altijd echt super veel pijn als ik die aan heb gehad. Maar dit is wat ik aan heb. Alles is van de Zara. Blazer van de Zara. Jurkjes van de Zara. Mijn laars ook. En ik denk dat ik een blauwe tas erbij doe voor een beetje kleur. Ja, ik denk dat ik het zo ga doen. Oké, ik heb toch mijn haar eventjes wat anders gedaan. Ik weet niet of dit leuk is. Oh, het is nog wel hetzelfde. Maar ik heb wel een andere tas erbij gepakt. Deze van Nuno. Vond ik wel leuk met die laarsje. Een beetje zo'n steltje. Dus ja, ik ga lekker wachten tot mijn moeder en mijn broertje hier zijn. En we gaan lekker bij Stella Marina eten. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik ga lekker spaghetti carbonara nemen. Is echt, echt mijn lievelings daar. Of althans, sowieso de pasta daar is echt mijn lievelings. En lekker misschien burrataatje vooraf of zo. Maandag. Het is echt super, super lekker weer buiten. Het is echt 19 graden of zo. Ik ben vanmorgen alweer sporten. Ik heb al gebeld met de boekhouder. Dus ik heb lekker de rest van de dag niks meer wat ik wilde doen. En Bibo die belde net. Die was al klaar met school. Of we wat zouden gaan doen. Dus ik heb me eventjes aangekleed. Ik heb dit topje aan van Naked. En deze lange rok is van Chiquel. En we gaan even lekker picknicken op het strand. Ik weet niet. Ik vind picknicken gewoon echt super gezellig. En het is lekker weer. Dus we dachten dat gaan we nu doen. Biep is als het goed is onderweg hier naartoe. En dan pakken we de scooter. Gaan we naar de Albert Heijn. Even wat lekkere dingetjes halen. En dan gaan we lekker naar het strand toe. Echt super veel zin in. Mijn haar is echt super vet. Ik moet eigenlijk wassen. Maar ik dacht, ik was het vanavond wel. Want dan zit het morgen mooi als ik naar Amsterdam ga. Ik moet eventjes dat spelletje een beetje opnieuw doen hoor. Want het ziet er echt even niet uit. Misschien even een ander spelletje die beter blijft zitten. Volgens mij zie je wel een beetje die extensions zitten, maar jammer dan. Zoals jullie kunnen zien is het ondertussen alweer donker en ben ik weer thuis. Het was echt een super gezellige dag met Biba. We hebben echt, nou ja, tot 4:30 of zo, van 1 tot 4:30, hebben we uiteindelijk in Paleistuinen gezeten. Want we dachten, ja, een parkje is eigenlijk ook wel lekker om te zitten. Dus zijn we daarheen gereden. Toen zijn we daar nog eventjes de stad in geweest, even ijsje gegeten. En nu ben ik mijn weekvlog aan het bewerken. Deze weekvlog die jullie nu aan het kijken zijn. Dus ik ga bij deze weekvlog afsluiten. Of nou vast, het is wel avond, dus ik ga niks meer doen. Ik heb er helemaal zin om lekker het vloggen goed op te pakken. Lekker veel te filmen. Ik heb in deze weekvlog ook geprobeerd wat meer dingen buiten te filmen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Volgende week wordt ook echt een leuke week met onder andere Hunkemuller Fashion Show. Verjaardag van Cass. Ik ga een dagje naar Amsterdam met Madelief. Ik ben morgen ook in Amsterdam met Zoe. Dus het wordt echt een leuke week. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zien jullie me in de volgende. Doei!